zijn vandaag bij Tribes op Eindhoven Airport. En we hebben een specialist in huis, Gerben van Dijk. Ja, herbestemmen, die passie heb ik een aantal jaar geleden opgedaan. En voor mij is herbestemmen een belangrijk middel om de ruimtelijke kwaliteit in Nederland op orde te houden. Vandaag hebben we ook een aantal bouwprofessionals die bezig zijn met de herbestemming. Er zijn projectontwikkelaars dus die een nieuwe markt zien in bestaand vastgoed, maar ook architecten. Nou, het feit dat ik dus zelf ook met herbestemming bezig ben van onder andere een klooster in Ravenstein, een school in Woerden. Samen met twee andere mensen ontwikkel ik daar seniorhuisvesting in groepsvorm. En eigenlijk hoort transformatie zeg maar, bij de metamorfose van het gebouw. En herbestemming is eigenlijk gelegen in het bestemmingsplan, ja, waar een functie aan iets gekoppeld is en die wordt dan anders. Midden in centra's waar geen plaats meer is, gebouwen wat leegstaan, winkels, kantoren, etc. Dat is toch een belangrijk thema. Er staan natuurlijk heel veel kantoorpanden leeg. Met een stukje financiële bijdrage van de bank in de vorm van een financiering. Daar kunnen wij kijken of pand opnieuw kunnen ontwikkelen tot bijvoorbeeld woningen. Dus herbestemming, met name in het centrum, heeft zeker zijn aandacht. Volgens mij is het belangrijkste dat we van het idee van vastgoed afraken. En misschien wel heel vergaande gedachten. Volgens mij vraagt de markt om flexibele oplossingen. Die ook niet voor 40 jaar meegaan. Hè. Ja, waarom moet het 40 jaar staan? Ja, omdat dat nou eenmaal zeg maar, het modelletje is. Stap eens op de fiets en kijk eens om je heen. En zie wat er gebeurt en zie ook waar de ruimte zit in Nederland. Volgens mij moeten we af van het idee van baksteen en beton. Ik wil u aandacht vragen voor Spark Makers Event op 4 juni. Maar we gaan waarschijnlijk 4 juni ook combineren met een open koffiebouw. Zijn we even mee bezig.